De opleiding onderzoeksjournalistiek die de Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft georganiseerd, is gisteren afgesloten met de certificaatuitreiking. De opleiding is op 1 oktober 2018 gestart. Tijdens de cursus zijn de journalisten in workshopvorm getraind in het onderzoeken van milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering, kleinschalige goudmijnbouw, hernieuwbare energie en milieubeleid. Carla Bovetius, voorzitter van de SVJ, geeft aan dat de cursus is gestart met 13 cursisten, maar dat 9 een certificaat krijgen. Jammer, want het zou goed zijn dat degenen die zijn begonnen ook allemaal het traject hadden afgerond. Maar zoals de zaken gaan, nou deze 9 mensen krijgen een certificaat. Maar ik ben er zeker van dat alle 13 heel veel kennis hebben, meer kennis hebben gehad. Maar als SVJ zijn we toch verheugd dat het werk is gedaan. En na vandaag begint de publicatie van de verschillende onderzoeken. In het evaluatierapport dat is geschreven, zal er uitgebreid worden ingegaan op de training en het resultaat. Cursusleider Rachel van der Kooijen heeft de resultaten van de cursus met de aanwezigen besproken. De studenten hebben voor 3 van de 5 onderwerpen gekozen. Ze vindt het jammer dat de cursisten niet voor milieubeleid hebben gekozen. Maar die informatie die ze hebben gehad van mevrouw Carillo kunnen ze nog gebruiken om verder onderzoek te doen. Onderzoek is graven, is meer dan routine reporting. Als je een bericht maakt bij de media of zo, heb je altijd hoor en wederhoor. Iemand zegt je wat of weet je en dan bel je terug. En dan doe je een klein onderzoek dat je in een dag af kan. Maar wanneer we over onderzoeksjournalistiek praten, praten we over een periode. Het duurt langer, het heeft meer mensen nodig, het kost duurder, meer geld. En vandaar dat het in feite haast niet gebeurt in Suriname. En het doel was eigenlijk van deze training om de media te tonen wat het waard is om onderzoeksjournalistiek te doen. Om een onderzoeksjournalistieke cultuur te vestigen in het land. Dat ze kunnen zien dat ze met elkaar kunnen samenwerken, radio, televisie en krant. Rachel van der Kooijen, cursusleider van de opleiding onderzoeksjournalistiek. Zij sprak gisteravond bij de certificaatuitreiking aan de geslaagden van de opleiding. De uitreiking vond plaats in de University Guesthouse.